Een hele goede avond iedereen. Ik heb heel wat tekst te vertellen op mijn kanaal. En dat is het volgende. Zal het helemaal niet meer. Ik wil dus graag dat ik ben op een extra video. So don't hold me back. You're not allowed to spend my time, cause that is what you came here for. Goed mensen, een hele goede avond nogmaals. Ik heb heel wat leuks te vertellen en het is het volgende is dat ik vanaf vandaag 4 jaar op YouTube zit. Ik heb 4 jaar op YouTube. En ja, daarom maak ik altijd een video over. Elk jaar ben ik er wel. Vorig jaar ben ik het overgeslagen, maar dit jaar ga ik het nog even doen. Gewoon een video maken dat ik 4 jaar op YouTube zit. En voordat ik ga beginnen, wil ik heel veel mensen bedanken daarvoor. Ja, ik weet dat dit een beetje cliché, maar toch. Ik ga je gewoon heel veel mensen bedanken hiervoor en om het beginnen weet ik al wie ik nu ga bedanken. Degene ga ik omschrijven en dat is diegene heb ik weer kennen bij een video van op een eigen kanaal toen nog en dan had je dus video's over een alert. Oftewel King Alert, toen had ik video's. Maak hij een video over en de derde over 5 video zat ik daarin. Wat ik naar hem toe wilde van zijn over mijn bestaan op YouTube. Wat grappig is dat Paul ook nu 4 jaar YouTube doet, nu op dit moment. Ik ben natuurlijk wel een maand later, en ongeveer februari begon met YouTube. Ik begon in januari, begon met YouTube, dat is echt een verschil. Daarin. En ja. Dus zodoende. Even kan je draaien, want je ziet me denk ik net niet. Zo, denk ik niet wel. Dus waarom ik graag Paul bedanken is omdat Paul mij altijd goed steunt en nog steeds eigenlijk wel in de comments die ik onder Kingdom zet als comment zijnde. Dan geeft hij altijd een like of een hartje achter. Wat ik echt heel tof vind natuurlijk en echt heel erg gaaf vind. En ja, vorige video vertelde ik nog wel eens op kerstvideo's. Toen vertelde ik van ja, ik wil graag nog wel een keertje daar samenwerken. En het is nog een hoog tip zo eigenlijk. Waarom weet ik dat nou eigenlijk is? Omdat Paul me gewoon te voorbeeld is. Herinnering ik gewoon dat Enzo het is. Enzo toen niet meer voorbeeld meer. Zeker niet meer, dat is Paul. Paul vind ik wel een goede creator. Ook kan met de kinderen samen maken die video's over dingen meemaken met zijn kinderen, met Wendy. En dat vind ik echt super tof om te zien. En ja, ik ben helemaal niet om Paul iets voor mij te doen, echt niet. Gewoon leuke vrienden maken met z'n tweeën. Kunnen zijn wat je zelf wil. Wat ik wil natuurlijk wat doen, maar goed, daar gaat het dus niet over. Ik ga dit keer over mijn YouTube. En ja, mijn via YouTube is echt heel bizar hoe snel het gaat. Echt. Ik had niet verwacht dat dit nog zo dat ik dit nog zou volhouden 4 lang op YouTube en nog jij vloggen. Rond juli doe ik via vloggen. Dit moment nog niet, maar waarom? En een half jaar later is omdat het vloggen wel eens laten kijken of ik dat leuk vond, ja of nee. Ik wil niet gek gaan vloggen, want mensen kennen me nog niet, dus ik dacht van nee, het is geen goed idee om dat te gaan doen. Dus we doen het. En ja, ik had echt iets van, dan ga ik maar de zomer vloggen, want ik doe het gedaan en dus doen. Ik had echt van mijn baas. Waarom baat ik niet toe een beetje? De zaakjes zijn die gewoon laatste zaakjes en dat doe ik dus niet meer. Toen dacht ik maar om maar voor YouTube fulltime te werken. Om dan te gaan vloggen. Ik heb moeder gegeven naar mijn werk. En dan heb ik persoon gegeven voor gewoon luisteren. Ik stop met YouTube, ik stop met dat werk, want ik ga met YouTube fulltime werken. En begeleiding, ik moest toen begeleiding toe om te praten over hoe dat daar voor me zou gaan.
Zo van zo misschien echt aangetaan mijn idee. Mijn fiets een beetje mee fiets. Ik heb mijn idee erover en ik zeg van ja. En ja, we gingen op de gang aan YouTube vloggen, prima. Toch een kring om elkaar weg. Zo doen we het nog steeds vloggen, nog steeds. Dan is lang dat ik het wilde eigenlijk. Ik kan mijn leven laten zien in de vlog. Ik is nog heel goed, dat is mijn eerste vlog, ik weet heel goed hoe het ging. En de dag van gisteren was het toen nog. En dat was een jaar geleden in augustus. 2017 toen nog. Sorry, nee, 2016 toen nog. Dus, ja. Dat doen we ook echt heel graag. Dat wil ik nog steeds doen. En nog steeds ga ik vloggen voor jullie, of zit vloggen voor jullie. Of, en dan blijf ik gewoon doorgaan tot mijn tot nu toe. Ik denk dat vind ik het nog steeds leuk om te doen. En we gaan er zeker mee doorgaan. Dat zeker mee doen, mee doordoen. Want ik vind het nog steeds heel tof om dat te doen voor jullie. En ik krijg er niet zoveel views op, maar waarom niet uit. Gaat erom met blikken om te doen en niet anders. Dus zeggen we, oh, ik krijg geen views, vind je het jammer? Nee. Dat is niet jammer, ik vind het leuk om te doen. Het gaat vooral bij mij om. En het gaat ook om de inkomsten. Stel me dit je ook. Dan kan het ook niet uit of ik inkomsten krijg, ja of nee. Dus ja, dan kun je dan aan de rij net weer kan. Natuurlijk gaat mijn eigen video uit dat, maar goed, dat is heel anders verhaal. Dan kan je of hier in de video's onder in de beschrijving. Of je boven in boek uit. Daarover. En ja, dat een beetje. Daarom wordt het leuk, daarom is deze video ook. Ik ga geen video's maken voor. Dan ben ik blij met jullie support. Natuurlijk ook. Maar ja, ik ben blij met jullie support. Iedere abonnee is toch leuk om te krijgen. Een heel view. Leuk om te krijgen, of weer gaat leuk om te krijgen. En verder niks anders. Ik ben eigenlijk gewoon van om te blijven werken voor jullie. Dingen te bedenken voor jullie. Ik heb jullie gedacht die ook weer online komt, nieuwe video komt erbij, nieuwe serie. Dit zo kan ik van de maand komt erbij, eind van deze maand komt erbij. En als ik dat niet had, als ik maak, dan denk ik aan mijn eigen content. Ik denk aan mijn eigen series. Op dit van de maand, en dus dat kan ik van de maand. Ik heb ook bedacht, als het ware. En er komen meer dingen online te komen. Die ik alweer ga bedenken voor jullie. Verder komt ook een nieuwe leeftijd online. Rond maart, in de zomer. Zomervakantie of vrijdag in de zomervakantie. Ik heb een nieuwe leeftijd in de zomervakantie. Ik weet niet dat ik dat ga doen in de zomervakantie. Nieuwe levensloop, ik weet nog niet wat het over gaat. Laat even weten wat je nog wel weet over mij. En kijk hoe ik daar een leeftijd op kan maken. En dan kwam natuurlijk in de zomer online en niet in de winter en niet in het voorjaar. Dus in de zomervakantie komt de lijn, denk ik, in de zomervakantie komt ik erbij. Want ik hoop dat er een serie komt, 6 weken voor 6 delen. Elke week eentje. En dan 6 weken. Dus laat even weten voor goede content ervoor. Die onder de comments als ze tof zijn. En ja, voor de rest is het gewoon leuk om het blijven doen voor jullie. En nogmaals, ik had niet verwacht dat ik zo lang zou doorgaan dan wij als YouTuber. Als jullie weten wat ik over huis gaat, daar ga ik het nu niet over hebben. Ik ga over positiviteit hebben, het is nu het nieuwe jaar. En nieuw jaar, nieuwe dingen, nieuwe uitdagingen voor mij op YouTube. En toen kan ik buiten, dan ga ik ook meegaan naar events. In het vierde woord dit jaar, ik kom een keer naar World of Cars van Tjitje Boske. En naar, en van TJ Boske en van Joep. Meneer Ditje La Fuente. Dit jaar, en we hebben dit jaar ook event. De wilde kwaas. Er zijn allemaal grote dierauto's die er komen. En dat vind ik ook wel leuk. Ga ik natuurlijk ook wel proberen te vloggen. Ik wil wel een kaartje te krijgen. Als we net uitgekocht zijn, meer of niet. Anders doe ik jammer dan. Maar ik ga zeker weer een fiets dit jaar. Op een gegeven moment niet overgeslagen. Wege proberen van degene kon het niet doorgaan. Dus ja. Ik hoop dat je video wat je leuk vindt. Zo ja, dan een duimpje omhoog. Vergeet het niet om in de comments te vertellen. Wat voor serie ik moet maken als levensloop seizoen 3. Daar is het niet onder.
Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent op mijn kanaal. Zie ik jou elke dag opnieuw een nieuwe vlog. Of om 11 uur een nieuwe video bij mijn kanaal. Of vanaf morgen. Tot later, tot de volgende.